In deze tweede opname over het gebruik van Zotero voor het opslaan van bibliografische referenties gaan we eigenlijk vanuit een drietal databanken gegevens in Zotero invoeren. Het zijn erg gelijkbare procedures met EndNote Web. We zullen een drietal voorbeelden geven. Vanuit de digitale bibliotheek nemen we twee databanken, de Academic Search Elite en de JSTOR databank. En daarnaast gaan we ook eens kijken naar een gewone databank op het web. Dus ik ga hier naar de digitale bibliotheek. En via de belangrijkste records kan ik naar mijn Academic Search Elite. Staat hier reeds open in een tab. En stel dat ik daar naar Information Theory ga zoeken. Dus ik type Information Theory. Ik zoek en vind een aantal artikels. Nu, je kan die gaan toevoegen aan de folder. Ik heb er hier al een drietal in mijn folder staan. Ik ga eens kijken of er nog eentje is dat ik zou willen toevoegen. Bijvoorbeeld hier rond approximations, dus voeg ik ook toe. En ik kan nu naar mijn folder gaan kijken. Vanuit die folder kan ik alles wat ik zou willen invoeren in Zotero gaan selecteren. En dan kan ik een export uitvoeren. Ik doe export. En je ziet dat ik hier kan gaan exporteren en u ziet in de lijst ook Zotero ertussen staan. En vermits hier op mijn Google Chrome de connector voor Zotero geïnstalleerd is, gaat hij dat kunnen onderscheppen. Dus ik doe hier bewaar. Hij gaat een RIS-bestandje aanmaken zoals we ook telkens gedaan hebben bij EndNote. Als ik hier nu op klik, gaat Zotero vragen of hij dit bestand mag importeren. Ik ga hier oké doen. En nu importeert Zotero meteen deze records. En u ziet ze hier staan met allerlei informatie die daarbij gedownload is. Je kan dan in Zotero eventuele aantekeningen gaan toevoegen en dan kan je je eigen notas bij dit artikel dus je eigen notas kan je gaan toevoegen. Je kan labels gaan toekennen. Je ziet dat er hier ook al automatisch uit de databank zijn meegekomen. Dus die zoeklabels ga je meteen in je eigen database ook kunnen gebruiken. En je kan het artikel gaan koppelen aan een ander. Stel dat nu dit artikel verwijst naar dit vorige, kan ik hier een gerelateerd artikel aan gaan toevoegen. En dat maakt dat Zotero een heel interessante omgeving is om werkelijk met je records aan de slag te gaan. Je kan ook een koppeling naar een bestand toevoegen, dus je kan eventueel je een eigen Word-document of een PDF hier gaan aanhechten aan dit document. Dit is eigenlijk de werkwijze vanuit EBSCO. Dus ik kan hier uiteraard steeds mijn bibliografie van gaan aanmaken. Hier met een Chicago-stijl en dit eventueel naar het klembord brengen. Waarna ik zoiets in Word kan inlassen. Ik ga er even Word bijhalen. Dat kan ik daar dan gaan plakken. Ik ga even zorgen dat het Word-venster zichtbaar is voor de opname. Toevoegen. En
Goed, laat ons even een volgende databank bekijken. En dan gaan we niet met EBSCO voort, maar met JSTOR. Dus we gaan even in JSTOR. En hier zoeken we bijvoorbeeld naar expressionisme. Hier wordt de zoekopdracht uitgevoerd en ik heb hier een aantal records. Nu, hier zal de werkwijze nagenoeg identiek zijn aan wat we bij EndNote gezien hebben. Dus ik selecteer een aantal van de titels die ik wens te exporteren. Ik ga nu Export Citation doen. Ik doe Export Citation. En dan kan ik hier weer mijn RIS-file gaan genereren. Dus we gaan de RIS-file maken. Hij maakt een citations.ris aan en dan is het weer dezelfde procedure. Ik klik erop en Zotero vraagt of ik dit bestand wil importeren. Ik doe oké. En nu hebben we deze, die ik uiteraard in een collectie, ik kan deze collectie een nieuwe naam geven, expressionisme. En dan heb ik meteen die collectie opzij gezet. Ik zei dat er ook een tweede mogelijkheid was, die toon ik eigenlijk aan de hand van een andere database, waar we eigenlijk over de eerste mogelijkheid niet beschikken. Dat is wanneer we een publieke catalog op het internet gebruiken. Bijvoorbeeld de Library of Congress. Stel dat ik hier naar Tolstoy zoek, ervan uitgaat dat de Library of Congress uiteraard een heel rijke collectie heeft van titels en dus zeker hier ook over Tolstoy wel wat te vinden heeft. Nu zie je hier bovenaan een mapje en dit mapje toont dat Zotero ontdekt heeft dat hier bibliografische referenties opstaan en eigenlijk in staat is die hiervan te schrapen. Voor Zotero zijn heel wat connectoren ontwikkeld voor een grote reeks aan publieke databanken. Dat is allemaal open source vrijwilligerswerk. Maar dat betekent dat je hier, alhoewel de software van Library of Congress niet direct een export mogelijkheid voorziet, kan ik door hierop te klikken een lijst krijgen van de titels die hier op de pagina staan. En kan ik daar dus de werken van Tolstoy die me interesseren gaan meenemen. Wanneer ik hier oké doe, dan worden deze gebewaard. Zie je. En eens ze bewaard zijn, dan kan ik uiteraard in mijn Zotero deze werken gaan vinden. Met hun referenties. Dus dat is eigenlijk een methode die op zeer veel catalogen werkt. Dat werkt uiteraard ook op Google Scholar. Dus als ik naar scholar.google.com ga, en ik zoek hier bijvoorbeeld naar werken over informatie en precision bijvoorbeeld. Dan zie je ook hier weer dat mapje verschijnen. Ik klik erop en ik kan weer de artikels die me aanbelangen gaan inlezen. En die worden gedownload en zijn dan beschikbaar in mijn Zotero-collectie. Tot slot nog aangeven dat Zotero ook heel goed werkt met zeer specifieke bibliotheken en bibliotheekdatabanken. We gaan even naar Home, we nemen alle records en we zoeken eigenlijk naar een typische databank voor geschiedenis, de International Medieval Bibliography.
Dit is een databank die via de Prepolis interface van Prepolis Publishers wordt aangeboden. En als ik hier naar Thomas ga zoeken, Thomas Aquinas bijvoorbeeld, en ik ga de zoekopdracht uitvoeren. En we duiden hier nu aan welke titels we zouden willen opslaan. Dan zie je ook hier weer die map verschijnen, de typische Zotero-knop, waarmee je dan het downloaden kan gaan starten. Je kiest dan de titels die je interesseren en die worden dan weggeschreven. En die zullen terechtkomen in de folder die open stond op het ogenblik dat je je downloads begon. Dat is hier. En dan heb je je bibliografische gegevens. Tot hier een beetje onze demonstratie voor hoe Zotero voor jou kan werken.